Goedemorgen. Ik slaap nog. Ik schoon tafel aan het dekken. Zet u. Oeh. Dat is wel vroeg. Misschien ooit. Allee, ik zal Sammy zelfs dan maar bellen, zeker? Oh, ik hoop echt dat hij dat niet te erg vindt, hè? Ja, maar zou het knieën niet forceren, hè? Het zou ook wel raar geweest zijn, moest dat van de eerste keer direct raak geweest zijn, hè? Als je wilt, vertel ik hem dat gewoon, hè? Ik zie hem straks toch. Is dat misschien ook wel beter face-to-face? Oh, dat is kei lief. Ja, ik ben ook lief. Ja. Kom je vanavond naar mij? Ik zit precies altijd hier. Ah, oh, is het er niet goed misschien? Jawel, maar voor de verandering. Ja, ik was eigenlijk aan het denken om vannacht nog eens alleen te slapen. Dan slaap ik toch beter, hè? En meer. Nee, is goed. Volgende keer dan. Je vindt dat toch niet erg, hè? Tuurlijk niet. Okay. Ben ik eigenlijk de enige die hier ligt? Hoe bedoel je? Ik weet ook niet wat je helemaal uitsteekt op je Tinder daar. Even goed lig ik hier een ander gast in de zweet te rollen en zo. Mmm, oh. Geil. Nee, even serieus. Wat is dit eigenlijk? Is dat nu echt zo belangrijk? Wat maakt dat nu eigenlijk uit? Het is toch tof? Moeten we daar nu echt een label op gaan kleven? Oh, label. Maar dus nee, er ligt helemaal niemand anders. Je moet je voorlopig echt geen zorgen maken, hè? Voorlopig? Maar ja, ik kan ook niet in de toekomst kijken, hè? En ik wil daar ook niet onmiddellijk zo'n groot statement van maken of zo. We zien, toch? Yes. En als je na het gewerkte planning wilt met huisje, tuintje, kindje, dan moet het bij mijn zus zijn. Been a while since I sat you down to talk elephant. Been a while since I looked you in the eye elephant. Little time since I let you in the door. Hey papa. Hey. Hoe is het hier? Vraag dan maar aan je moeder. Hè. Het heeft haar kuren weer. Oei. Hey mama. Hey. Wat is er met papa? We hadden 3 dagen beeld zonder klank. Wat is er gebeurd? Heb je die weer ruzie gemaakt? Je kent hem, hè. Ik had mijn keramiekoven gekocht, zodat ik niet elke keer mee naar het atelier moet rijden. Maar denk je dat hij blij is voor mij? Nee. Is dat te zagen dat dat ding in de weg staat? Ik heb dan eens goed mijn gedacht gezegd en ja, dan word ik kwaad. Soms zit het mij echt tot daar en dan zou ik echt... Oh. Ja, maar alles is altijd te veel, altijd. Maar dat is toch gewoon de stress van op school? Dat gaat wel overwaaien. Dat is al lang, hè? Die stress van op school. Dat is juist het probleem. Ik kan over niks anders meer praten dan over die school. Het is nooit thuis. Het is altijd werken, werken, werken. In school, in de tuin. En hoe dat met mij gaat, waar ik mee bezig ben, dat interesseert die niet. Daar is die niet mee bezig. Mama. Hey. Goeie. Hey. Goedemorgen. Heb je een beetje goed geslapen? Ah, wel, ja. Ik heb goed geslapen, ja. Oké, goed. Ja, maar zin voor de lakens, hè. Ik heb ze in de was gestoken en ik ga ze biedt nieuwe kopen ook. Dus. Nieuwe? Liggen die van u niet bij uw ex? Ja, maar ik wil ze niet gaan halen, eigenlijk. Want dan leidt dat tot een confrontatie en... Daar heb jij geen zin in? Nee. 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 Wat is er eigenlijk gebeurd? Of wilt je mij niet vertellen? Dat was tof, hè, gisteren. Ja, goed dat je het tof vond. Ja, nee, allee, maar echt, hè. Allee, ik vind wel dat jullie zo'n een toffe groep zijn. Mm. Alleen die Laura is wel zo wat serieuzer of zo, vind ik. Dat valt wel mee. Die weet gewoon iets beter wat ze wilt en dan maakt die af en toe zo wat, ik weet niet, serieuzer of zo, zeker? Ja, of volwassener eigenlijk. Ja, waarschijnlijk. Maar die is er wel echt altijd voor iedereen. En die Jonas?
Allee, wat voor reden is dat? Ik weet niet. Gewoon, bedoelt je? Gewoon omdat ja, jullie waren zo aan het babbelen en ik kwam ertussen. Ja, dat was een beetje raar of zo, die sfeer. En je werd hem ook zo wat aan het dissen heel de avond, voor niks. Ja? Maar nee. Of heeft hem iets uitgestoken? Nee. Echt niet. Nee, nee. Jawel, dus. Ja, als een vent iets uitzegt, dan is het meestal omdat hij op een ander zit, hè. Ja. Is dat wat er gebeurd is tussen u en uw ex? Het gaat er niet om mij, het gaat er om Jonas. Mm. Is het een scheefpoeper, ja of nee? Als jij niks zegt, ik ook niet, hè. Ver. Vroeger gebeurde nog wel eens dat hij 's nachts op bezoek kwam naar mijn kamer. Maar ja, dat dat gebeurde, dat is ook al meer dan een jaar geleden. Mama, ik hoef dat niet te weten. Ik heb ook mijn behoeftes, hè. Ja, ik vond het al wel raar dat jullie apart sliepen. Maar ik dacht dat was omdat papa snurkte. Toen wel, maar nu... Papa bedoelt dat toch allemaal niet zo, hè? Die ziet u doodgraag. Hij heeft toch ook zijn goede kanten? Binnen 2 jaar is hij met pensioen. Met pensioen? Allee, nu heeft hij tenminste nog zijn schoon, maar wat zal dan zijn? Dan gaat hij niet hele dagen zitten. Daar heb ik echt geen goesting in. Ja, mama, je moet ook wel wat moeite doen, hè? Ja, je bent toch gewoon wat uit elkaar gegroeid. Ik heb echt mijn best gedaan. Ik heb al zo dikwijls gevraagd om iets weg te gaan of zo. Maar nee, dat vindt hij niet nodig. Geld en tijdsverspilling. Ja, dat is uitgepraat, hè. Maar daar, hè. Voor die stomme zitmaaier geeft hem wel 3000 euro. Hè? Ziet hem daar zitten. Hey. Hey. Sorry van gisteren, hè. Was soms misschien een beetje onder de gordel van mij. Dat is oké. Maakt u ook niet altijd even gemakkelijk, ik weet het. We zullen straks over babbelen, goed? Yo. Ça va? Hey, vriendeke. Hey. Allee, juist onze Casanova nog zeker? Het zal er geen worden. Hoe dan? Ja, Nele kreeg een bericht van die Sanne dat het maar niks was. Sammy had toch gezegd dat het zo'n topavond was? Ja, voor hem misschien, hè. Want blijkbaar was hem alleen aan het praten over games en DC. Oh nee, Sammy boy. Hey, dus een tweede date zit er niet in. Nope. Yo. Hey. Hela. Sammy boy. Wat? Het is mijn trainingsschema vanaf nu, hè? Voor de man van toe. Dat is helemaal zeker. Ik heb iets opgesteld. Top. Zijn we weg? Wat is er? Ja, ik heb wat stom nieuws. Sanne stuurde een hele dat ze geen klik voelde. Ze vond toen een hele toffe en zo. Maar dat ze, ja, dat ze het niet voelde. Oké. Okay. Sorry, maat. Ja. Don't worry, hè. De volgende moet ik fixen, dus dat is sowieso een upgrade. Dat weet je nu wel. Ja. Allee, we zijn weg. I saw your best friend in the park. She says you're doing fine. You've been looking less worried, but you're no longer mine. She says that you've been drinking more, dancing every night. All the hangovers are worse now. Doing quite alright. She says that you've been going out more than you used to, eating at your favorite restaurants. Now you can spare a few. And you've been hitting up the gym for all your second dates. Said I hate to break it to you, but I think that you're too late. So I'll write you a letter in 20 different songs. I'll write you a letter to tell you what went wrong. And I'll write you a letter to tell you you're the one. Might be off better whenever I am gone. Dat niet aantrekken, Sammy. Dat is deel van het eten. Spijtig genoeg. Ja, ik weet het. Ja, en dat bonnetje geeft maar hier. Hè. Ik weet dat je zei dat het niet moest, maar toch. Zijn maar zeker dat jullie gaan betalen. Zo.
Wow, nog één of wat? Ja. Ik moet naar huis, ik moet Thomas helpen. Wat luister mee? Nee. De laatste. Hey, ik moet echt door. Ciao. Oké, tot later. Jo. Oh, ik weet het toch niet, man. Ja. Het idee van dat daten is wel grappig, maar... Er is er precies toch geen deugd van, hè? Tja, is zo wel iets voor hem, hè? Kan je dat aan? Maar jawel, dat komt wel. Allee, ja, wat hadden jullie gedacht? Dat Sammy ineens van vandaag op morgen super smooth zou worden. Het was niet alleen om hem aan een lief te helpen, hè. Het was ook om hem uit zijn kot te lokken. En dat is toch gelukt, of niet? Ja, ja, ik heb gelijk. Voilà. Ja. En hij vond het plezant ook nog, zei hij. Ze moeten gewoon een betere date zoeken, hè. Ik zal mijn best doen, hè. Hopla. En mama was weer aan het klagen over papa. Ja, maar die is ook soms naïef, hè. Als die denkt dat papa nog gaat veranderen, is hij nu toch echt altijd al zo geweest. Het zat daar precies echt hoog. Maar dat zegt hij elke keer. Deze keer was het anders. Het moet er echt iets gebeuren, anders... Ja, anders wat? Je hadden eigenlijk 10 jaar geleden al uit elkaar moeten gaan. Zeg dat niet. Ja, maar ja. Als ik ooit in zo'n relatie beland, shoot me. Ja, jij moet al in een relatie belanden. Een relatie is niet simpel, zo. Je moet daarvoor werken. Ach, werken? Volgens mij is werken voor op het werk. Allee, een relatie dat moet toch vooral je amuseren zijn? Anders is het maar triestig, toch? En als het op is, ja, dan is het op, hè. Ja, schoon dat je mama en papa zomaar opgeeft. Lau, die zijn al meer dan 30 jaar samen. Die gaan dat echt niet zomaar weggooien, hoor. Mama kan nu wel zeggen dat ze zonder papa verder wilt, maar die kan ook niet zonder hem. Ja, dat is waar. We moeten elkaar gewoon wat terugvinden. Misschien moeten we die een weekend cadeau doen of zo. Maar we hebben toch nog niets gegeven voor mama haar verjaardag. Ja, maar denk je dat je die daar plezier mee doet, met die samen op hotel te steken? Ik weet niet of papa dat gaat willen. Ja, je moet altijd zo pessimistisch doen. Als wij dat aan papa geven, dan gaat hij dat toch doen? De vuur moet weer aangewakkerd worden. Is dit wat je verstaan er een dagje voor jezelf? Ik had uiteindelijk toch meer zin om je te zien. Ah. Is dat oké okay, of komt dat niet? Nee, wel. Kom maar, kom maar. Wat is bij u? Laura die was er net nog bij mij. Ja, die had ons mama gezien en... Is er iemand? Oh. Ja, mijn date van deze middag is hier nog. Oeh, waar jij niet gaan fietsen? Nee. Ik heb iemand van Tinder laten komen. Allee, dat is toch oké? Ja. Je gezicht, man. Jay, Nele, Jay, mijn broertje. Hey. Ja. Mag ik op je PlayStation? Ja, dat is goed. Maar niks verder dan. Ja, ja. Ik ga er wel nog even zitten. Hè. Moet je eens drinken? Ja, de cola. Alright. Is Ada niet thuis? Is gaan winkelen. Ja? Ik zal wel even bellen.
Hey, zit je thuis? Nee, ik zal lakens te kiezen. Ah ja, oké. Waarom? Heb je een grinder date? Nee. Ik wil gewoon even weten waar je werkt. Ça va? Oké. Ja. Oké. Salut. Yo. Yo. Ik weet al wat jij gaat zeggen. Of niet soms? Wat moet ik anders zeggen? Het moet stoppen, hè. Dat heb je al zo vaak gezegd. Maar ja, ik wil je dat wel horen zeggen, ja. Oké, ja. Het moet stoppen. Ik kan haar dat niet blijven aandoen. Laura en ik gaan er nu echt vergaan en dit is... En dat is exact het probleem, Jonas. Jij doet alleen maar wat zij wil. Want jij vindt misschien dat het moet stoppen, maar zet eens eerlijk. Wilde jij dat? Wilde jij dat echt? Ik wil zoveel. Ik kan niet alles hebben. Het moet gewoon. Jij doet alleen maar wat Laura wilt. Is niet waar. Ik wil het. Oké, ik wil dat het stopt. Tof om te weten dat dat maar was. Maar wat wilt je dan dat ik doe? Allee, voor u is het simpel, hè? Voor u is het duidelijk, maar... Ik kan niet alleen aan mijn eigen denken, dat gaat niet. Ja, simpel. Ja, ik ben verliefd op mijn beste vriend. Heel gemakkelijk. Wat, is dat een verrassing? Is dat moeilijk om te horen dat ik te veel met u in mijn kop zit? Stop. We wisten allebei van in het begin dat dat niet kon blijven duren, dus... Stek het maar weg. Stek het maar fucking weg. Stop. Ik zie u graag, Jonas. En ik weet gewoon dat jij mij ook graag ziet. Ja, bol het maar af. Je bent gewoon te laf om het toe te geven. Omdat ik haar ook graag zie. Ik zie haar ook graag. How come every time I try to outrun myself, I can't move, feeling like I'll never make it to the other side. Choking, can't breathe in, so I just close my eyes. Broken, try to rebuild, but I'm so dead inside. Shadows coming to my room, I can feel them follow me. Had no way to get to you, you was too far from me. I'm falling, and I'm falling, I'm falling. Wat ze dan doen? Ik kom mijn spullen halen. Alleen maar tof dat je me even iets laat weten dan. We hebben besloten om na dit semester uw lessen niet meer aan te bieden. Dus niks zeggen, zwijgen, hè? Maar ik meen het, hè? Echt.